Werkzaam, natuurlijk niet gepland, maar we maken het beste ervan. In deze video ga ik gewoon even kijken van, hey, hoe kun je nou het beste een opdracht, een vraag aanpakken. We kijken eerst even naar wat voor type vragen zijn er eigenlijk bij het examen. Ik heb ze eventjes op een rijtje gezet. Het eerste is de zogenaamde berekenvragen. Afleidingsvragen, dan heb je nog aantal vragen, bedoel ik hiermee van een vraag waarbij een aantal wordt gevraagd. Hè? Hoeveel fotonen vallen ergens op bijvoorbeeld? Eenheidsvragen, hè? Leidt af dat de eenheid van iets is en dan. Bepaalvragen, vaak met grafiekjes. En tenslotte ook nog de leguitvragen. We gaan iedere vraag even langs en we beginnen met de berekenvragen. Eventjes van het afgelopen examen. Ja, deze. Gevraagd wordt de totale weerstandskracht te berekenen. En dus een rekenvraag. En bij een berekenvraag moet je eerst opschrijven van ja, maar wat moet je nu eigenlijk berekenen? In ieder geval dus de weerstandskracht. En welke formule hoort daarbij? Er zijn heel veel formules om een kracht te berekenen. En dan moet je kijken van, ja, maar welke gegevens heb ik hier? Nou, een stukje tekst wat hierboven staat, hè, zie je al dat het vermogen 700 watt is. En ik heb natuurlijk niet de hele opdracht hier staan, maar daarboven staat ook nog dat de snelheid hè, gelijk is aan 82,2 meter per seconde. En dan zie je dat hier dus gevraagd wordt F en gegeven is vermogen en snelheid. En dan komt het erop aan van, herken je de formule die hierbij hoort. En natuurlijk, je kunt binnenspakken en alle formules langs bladeren. En dan kom je inderdaad wel hè, bij deze hier, hè, het vermogen dat het inderdaad P is. Nou, daar staat hij al, F keer V. Hè, P gegeven, V gegeven en kun je F berekenen. Maar welke formules moet je nu allemaal kennen? Nou, daarvoor heb je op examenblad.nl de syllabus. En in de syllabus staan heel veel dingen. En belangrijk is dat ook alle domeinen, en dat betekent de onderwerpen die je moet kennen, ook op een rijtje staan. En bijvoorbeeld bij energie en wisselwerking, waar dus vermogen bij staat, dan staat hier specificatie wat je dus allemaal moet kunnen. Maar belangrijker vind ik dat je ook bij ieder onderwerp staat als afsluiting welke formules erbij horen. En dus kun je bij ieder onderwerp alle formules hier vinden. En belangrijk is dat je dan dus bij alle onderwerpen, hè, subdomein zoals het heet, bij langs kunt gaan en dan kijken van de formules. En al deze formules, ja, kun je kijken van wat staat er eigenlijk. Dus in dit geval, hè, P is F keer V. Hè, oh, de P, vermogen in watt, F, kracht in newton, en V, de snelheid in meters per seconde. En zo moet je eigenlijk gewoon eventjes alle formules belangs, hè, herken je ze ja of nee, denk je van, goh, wat is dat? Hè, dan kun je op zoek in je theorie, et cetera, et cetera. En natuurlijk meteen ook winnaars erbij, want meteen zoeken van, ja, maar waar staat de formule? He, dat scheelt je ontzettend veel tijd tijdens het examen. Het is dus even een investering hier, maar die haal je er vast wel uit. Ik heb trouwens al deze formules ook op een rijtje gezet in een document. En het document kun je via deze QR-code benaderen. Althans, ik heb een QR-code in een video gezet. Ik weet niet, trouwens, dit is de eerste keer dat ik een QR-code in een YouTube-filmpje zet of die wel geaccepteerd wordt door YouTube. Maar hè, zie je geen QR-code staan, ja, dan moet je toch inderdaad echt die syllabus zelf belangs. Maar doe het, hè, het is de moeite waard. Nou, in dit geval hier dus, P is F keer V. Dus hè, in dit geval kun je dan de formule omschrijven met F is P gedeeld V. En let op, wat hier staat, dit is voldoende voor één punt. He, naam voor het gebruik van de formule P is F keer V. Je hoeft het dus niet expliciet in te vullen. He, in dit geval is voldoende voor één punt. Nou, natuurlijk gewoon invullen en dan heb je
Het eindantwoord, ik heb het ook even in de juiste significantie gezet. Het was niet nodig natuurlijk hier, het werd niet gevraagd, maar vooruit. Twee punten voor deze vraag. En je ziet in het correctievoorschrift, de helft van het aantal punten is inderdaad voor het gebruik van die ene formule. Dus de helft van het aantal punten kon je hier halen door de formule op te schrijven en de gegevens erbij. Je kunt ook, hè, dit is maar een tweepuntsvraag, maar hè, bij vraag 5 werd ook een berekening gevraagd. En let op, soms moet je het in stapjes doen. Ja, in dit geval hier berekenen. De gemiddelde resulterende remkracht. Dus ook hier werd weer een kracht gevraagd. Wat voor gegevens heb je hier om een formule te selecteren? Nou, allereerst een afstand, 1500 meter. Let op, er staat in de tekst 1,5 kilometer. Ik zet meteen in de juiste eenheid, namelijk in meters. Dan snelheden, beginsnelheid en eindsnelheid. En de massa. Nou, en voor de kracht, als er een kracht is gegeven en een massa gegeven, nou, dan is het in 9 van de 10 gevallen zo dat je gebruik moet maken van F is M keer A, de tweede wet van Newton. En je ziet meteen ook hier van oké, F wordt gevraagd, M weet ik, maar A, die moet ik nog doen. Nou, A kun je dan ook weer kijken van goh. Welke formule heb ik voor A nodig? Nou, snelheden staan er, dus A is delta V gedeeld delta T. En dan ga je dus weer verder en je ziet ook meteen van, goh, ik heb hier zelfs nog een derde stap voor nodig, want ik moet ook nog mijn delta T doen. Ik ga niet de hele opgave hier bespreken. Nee, andere opgaven komen later nog wel een keer, kom ik zo meteen op terug. Maar in ieder geval hier, je ziet hier gebruik van F is M keer A en A is delta V gedeeld delta T. Persoonlijk denk ik van, god, drie punten waren hier ja, wel een beetje krap, maar vooruit. Hè? Ik maak het examen zelf niet. We gaan verder naar de afleidingsvraag. Dus leid een formule af. En dat werd ook gevraagd in het afgelopen examen. Het opdracht over goudlokje, een redelijk pittige opdracht om eerlijk te wezen. En ook deze afleiding is redelijk pittig. En toch kun je hier in ieder geval wel één punt halen. Want mijn afleidingsvraag, nou, wat moet je dan doen? Nou, er moet altijd gebruik worden gemaakt van formules uit, zoals daar staat, informatieboek. Bij mij is het BINAS. Ja, en je moet je altijd vragen van, nou, welke formule zouden ze hier nodig hebben. Ja. En schrijf dan in ieder geval de formule op en iets herschrijven. Ik kom er zo meteen wel op terug. Maar in dit geval dus hier, ja, als je daar bekijkt, dan zie je dus dat hier staat P. Absorptie is P ster. En die P ster, daar gaat het om, want daar weet je wat van. De ster is de bron van een straling. En een bron van een straling, ja, kwadratenwet. Ja, I. Intensiteit is vermogen van een bron van een ster gedeeld door 4 pi r kwadraat, waarbij r dan de afstand is tot aan een ster. Nou, dus je had deze formule in ieder geval kunnen opschrijven. En dan zie je dus inderdaad één punt voor gebruik van i is p bron gedeeld door 4 pi r kwadraat. Maar, addertje, gebruik van betekent dus dat het niet alleen opschrijven is van, maar ook je moet iets gebruiken. En daarom zei ik van, en herschrijf de formule enigszins. Maakt me niet zoveel uit wat je ermee doet. Bijvoorbeeld op deze manier, dat je p-bron ervoor zet, dan heb je er iets mee gedaan. En dan krijg je dus één punt er in ieder geval voor. En die kan bij iedere afleidingsvraag. Denk daar dus aan. Als je denkt van, oh, ik weet niet hoe of wat, schrijf in ieder geval een formule op en ga verder. Doen we ook verder gaan. Aantal vragen dus van, goh, hoeveel is, et cetera, et cetera. Ook hier, afgelopen examen, ja, hier gevraagd van het aantal neutronen dat per seconde de wand raakt. Nou, bij een aantal vraag, ja, kun je het altijd doen door aantal is het totaal van een grootheid gedeeld door 1 van een grootheid. Ja, het totaal gedeeld door 1 is het aantal. Nou, en de grootheid hier is het oppervlak.
oppervlak van de wand. Totaal van een grootheid, dus het totaal oppervlak, is 10 tot de macht 3 vierkante meter. En 1 van die oppervlak, ja, oppervlak van 1, nou, staat erboven, hè, het atoomdiameter van gebruikte wandoppervlak heeft een orde van grootte van 10 tot de macht 2 picometer. Let op, hè, dat je hier, pico, ja, de P, ja, tabel 2 van Binas, daar kun je zien dat pico 10 tot de macht min 12 is. Oftewel, als je het invult, dan kom je dus op die 10 tot de macht 3 en gedeeld door, en dat was ook even iets om rekening mee te houden, hè, het is oppervlak, oppervlak is diameter in kwadraat, ja goed, een kwart pi, maar werd gevraagd hier berekende orde van grootte, dus het moet wel even in kwadraat, en als je dat invult en uitrekent, 10 tot de macht 23. Dit was niet het eindantwoord natuurlijk, want gevraagd werd per seconde, ja, en ja goed, eenmaal per 100 seconden geraakt door een neutron, dus nog eventjes delen door 10 tot de macht 21. Maar normaal gaat het me nu niet om de exacte antwoorden, gaat me om de manier hoe je het uitrekent met het aantal. Ja, in dit geval, hè, 3 punten te verdienen. En puur voor aantal gedeeld aantal had je minimaal 1 punt en misschien zelfs 2 punten hier kunnen krijgen. De eenheidsvragen. Altijd een mooie vraag. Ja, ook in dit geval bij het examen. Ja, dat was deze. Hier werd zelfs de eenheid al gegeven, dus je kon er naartoe werken. Maar vooruit. Opgave over eenheden. Een van de dingen die je altijd moet doen is per grootheid, hè, de eenheid afzonderlijk opschrijven. Dus in dit geval hier, hè, rho en v. Hè, rho, de dichtheid van de stof, dat is kilogram per kubieke meter. En voorplantsnelheid is meter per seconde. Je ziet dus ook hier meteen dat ik de eenheden opschrijf gewoon naast elkaar. Dus niet kilogram, dan schuin streepje meter tot de macht 3. Nee, kilogram om meter tot de macht min 3. En hetzelfde doe ik met meter per seconde. En dat werkt het makkelijkst, want dan krijg je straks alles keurig op één lijn. Nou, bij een eenheidsvraag heb je ook heel vaak dat je gebruik moet maken van Binas 4. En het meest populaire is dan dat daar in die eenheden iets met Newton moet gebeuren. Dat was hier natuurlijk ook. Hè. Je moest afleiden dat de formule Newton maal seconde maal meter tot de macht min 3 is. Ja, dus, hè, en in Binas 4 kun je opzoeken dat Newton eigenlijk kilogram maal meter maal seconde tot de macht min 2 is. Andere dingen die vaak voorkomen bij zo'n afleidingsvraag is het joule. Hè, is Newton maal meter of wat joules per seconde. Goed, de punten hiervoor. Hè, je kon hier 3 punten halen. Dat is, hè, ik zei zo net, voor de ene opgave was het een beetje krap. Dit was behoorlijk ruim bemeten om weer te wezen. Hè, maar goed, je ziet al 1 punt puur voor het invullen van afzonderlijke eenheden. En die Newton, hè, had je 2 punten, hoef je eigenlijk nog niks mee te doen. We gaan verder met de bepaalvragen. Bepaalvragen, dus met een grafiek erbij. En ook dat was hier het geval, namelijk het ST-diagram. En een ST-diagram, als je een ST-diagram hebt, dan weet je één ding wat je bijna altijd moet doen. Namelijk, voor de snelheid moet je de steilheid bepalen. Hoe ga je dat doen? We gaan weer eventjes naar het ST-diagram. Het was vraag 4. Bepaal met behulp van de figuur de snelheid van de Nierse in kilometer per uur. Nou, eventjes opschrijven hoe je dat doet. Het zijn vaste stappen. Stap 1 is om de raaklijn bij de aangegeven tijd te doen. Nou, in dit geval hier was het niet aangegeven tijd, maar aangegeven afstand. Namelijk bij 1 mijl. Wel eventjes natuurlijk naar kilometer doen. Maar goed, dan was dit de lijn. Daarna, hè, deze raaklijn wel zo lang mogelijk schrijven, tekenen, hè, om binnen de marge te kunnen blijven. Dan maak je daar een driehoekje van, ja, dus op die manier delta x en delta t aflezen en tenslotte berekenen v is delta x gedeeld delta t en let hierbij op de eenheden.
wat gevraagd werd in kilometer per uur, dus afstand kilometers, tijd in uren, en dan kom je dus op deze rekenmethode. Ik heb niet verder zelf uitgerekend, hè, nogmaals, het gaat om de methode hier, dus 3 punten hiervoor en puur de raaklijn zijn in feite de eerste 2 punten erbij. Dit is het ST-diagram. Natuurlijk heb je ook nog andere diagrammen. Een heel belangrijke is het VT-diagram. Ook daar steilheid, maar steilheid is dan gelijk aan de versnelling. V gedeeld T. En bij het VT-diagram heb je ook nog te maken met het oppervlak onder de grafiek, want het oppervlak is dan gelijk aan de afgelegde weg. Let dus goed op. Ik verwacht eigenlijk in het volgende, in het herexamen wel een VT-diagram. Kwam niet in het afgelopen examen voor. Maar ja, dat is geen zekerheid natuurlijk. Dan een leguitvraag. Leguitvraag is dus, nou ja, goed, staat er al, hè, dat je iets moet uitleggen. En ook dat kwam voor in afgelopen examen. Ja, bij vraag 14 leg je mee uit welk van de twee weerstanden in de stroomkring het grootst is. En het ging over natuurlijk een batterij, hè, waar de spoel op aangesloten was. En in de batterij kun je ook een inwendige weerstand bekijken. En dan krijg je dus de opgave een beetje verkort. Maar leg uit. Ja, wat moet je bij een leguitvraag? Nou, probeer een formule te vinden wat je als structuur kunt gebruiken voor die uitleg. Ja, welke formule heb ik hier? Nou, moet de formule gaan. Die gaat over weerstand natuurlijk en over vermogen. Ja, nou, nu kun je daar misschien nog niet meteen uit de voeten hebben. Weerstand, oké, maar P, het eerste wat je denkt is P is U keer I. Wat geldt er voor I? Nou, R en R-spoel die staan in serie, dus I is daar constant. Ja, dus die I is ook wel van belang. En dan kun je gebruik maken van formule P is I kwadraat maal R. Natuurlijk, je had eerst P is U keer I kunnen doen. En dan voor U invullen I maal R. En dan krijg je dus inderdaad 2 keer de I, dus I kwadraat keer R. Nou, maar dit is de formule die het meest handig is. En dan kun je zeggen voor de formule van, goh, je pakt eerst een P. Ja, en je weet, gegeven was PI is groter dan P spoel. De stroomsterkte is voor beiden gelijk. En dus ja, volgt uit de formule meteen van, goh, ja, dan moet dus RI groter zijn dan R-spoel. Ja, op deze manier kun je dus, als je een uitlegvraag, een beetje structuur brengen. Hoef je niet de hele grote teksten te schrijven. Nee, formule opschrijven. En dan voor iedere grootheid aangeven van wat gebeurt er, groter, gelijk of kleiner. Tot zover de vragen. Ik wou nog 1 vraag wat bij doen. Die komt niet echt in een van deze categorieën plaatsen. Maar en ik verwacht eigenlijk toch wel dat die ook weer in het herexamen komt. En dat is namelijk bij reactiviteit een vervalvergelijking of een kernreactievergelijking te doen. In het afgelopen examen werd er een kernreactievergelijking gevraagd. En hoe pak je dat dan aan? Nou, bij een kernreactie- en vervalvergelijking ga je eerst kijken van, oké, welke elementen zijn er voordat de reactie plaatsvindt. Ja, nou, in dit geval hier is het natuurlijk het deuterium H2 en een willekeurig tweede atoomkern. Dus die schrijf je eerst op. Nou, dan krijg je deze. Daarna, welke elementen zijn er op het eind? Ook trouwens, goed dat dat erbij staat, let op de juiste notatie. Hè? Dus de 2 bovenop en de 1 onderaan. Hè? Het massagetal linksboven en het atoomnummer linksonder. Dat is wel van belang. Welke elementen zijn er in het begin? Deze 2. En daarna, de volgende vraag is, welke elementen zijn er op het eind? En dat is in dit geval helium 4 kern en een neutron. Je moet natuurlijk die dingen wel goed kennen van, wat is de notatie van helium 4 en het neutron.
Ja, in dit geval natuurlijk helium 4, 4, 2, het neutron 1, 0, hè? Massa is 1 en het neutron heeft geen lading, dus een 0 linksonder. En dan de getalletjes, een beetje links en rechts gelijk maken en het juiste symbool erbij. Meestal inderdaad 3 punten, dit keer ook weer 3 punten, hè? En 1 punt voor. Wat er links is en helium 4 kloppende atoomnummers. En van belang is, derde punt is altijd standaard, aantal nucleonen links en rechts gelijk van een pijl. En dat houdt puur in dat je de 2, de 3, 4 en 1 correct hebt. He, dat dus de getallen links en rechts gelijk zijn. Dat zijn wel alle vragen. Altijd type vragen die je zowat kunt tegenkomen. Ik onderschat natuurlijk de examenmakers niet, dus wie weet hebben ze wel eens een vraag die hier niet rechtstreeks onder valt. Maar ach, dan heb je maar 9 in plaats van 10. Hè? Belangrijk is in ieder geval wel hè, dus dat je gaat oefenen met oude examens. Hè? En bij ieder examen, hè, iedere opdracht moet je kijken van goh, welke type vraag is dat nou? Nou, nu heb ik eens bekeken van welke onderwerpen zijn er in het afgelopen examen aan bod geweest en belangrijker nog welke onderwerpen niet. En ik heb gekeken naar welke oude examenopgaven gaan over onderwerpen die nog niet in het huidige examen aan bod zijn geweest. En dat zijn deze opdrachten ongeveer. Ja, natuurlijk kunnen wel meer dingen zijn bij een aantal opdrachten, maar ook weer dingen wel gevraagd die eerder gevraagd zijn. Maar het leek me wel iets als je nou deze opgave gewoon lekker gaat oefenen hè, en bij iedere vraag kijkt van welk type het is, dan kom je een heel eind, denk ik. Stel jezelf het doel om bijvoorbeeld iedere dag twee van deze opgaven te doen. Ik stel me ook als doel om een aantal van deze opgaven ook zelf eventjes uit te werken, videootje van maken en die zet ik dan in die playlist. Ik weet niet of ik alle opgaven kan doen. Ik heb ook een beperkte tijd helaas, maar ik kijk wel eventjes hoe ver ik kom. Maar goed, ik zou zo zeggen van, ja, denk aan Loesje, hè? Loesje die is er positief en je moet zelf ook positief zijn, hè? En dan lukt het vast wel. Succes ermee en kom op.